Hey jongens, bent ben Dennis, aka Danske. En vandaag geef jullie een uh, video waarin ik uitleg hoe je met de PlayStation 4 gratis gameplays kan recorden. En die uiteindelijk op YouTube kan zetten. Want uh, misschien weet jullie het wel, maar de PlayStation 4 heeft een ingebouwde share-optie. En daarmee kun jij dus gameplays gratis recorden. En uiteindelijk naar social media zoals uh, Twitter en Facebook uploaden. En met een omweg uiteindelijk dus ook op YouTube. En heel veel mensen willen weten hoe dit dus werkt, en heel veel mensen willen het graag uh, gebruiken. Om uiteindelijk dus uh, YouTube te gaan doen. Want het is, uh, het is niet echt een, een goede manier om uiteindelijk YouTube te doen. Maar het is een goede manier om te gaan beginnen. Want het is enorm veel werk. Maar als jij dus wil beginnen, is het wel echt een goede manier. Want uh, de kwaliteit is gewoon best wel goed. En uh, het is natuurlijk ook gratis. En uh, dat moet je zeker onthouden. Dus uh, als jij wil beginnen, dan is een capture card misschien niet altijd uh, het beste. Want dat ding kost ook gelijk uh, 150 tot 200 euro. Dus uh, dan is dit misschien een goed alternatief om gewoon eventjes te proberen. Kijken of je het leuk vindt. En uh, ik ga jullie proberen uit te leggen. Hoe dit dus allemaal in zijn werking gaat. En de gameplay waar jullie naar kijken is ook opgenomen met de share optie. Dus dan kunnen jullie zien wat voor kwaliteit je kunt verwachten. En um, ja, ik ben uh, persoonlijk uh, ja, wel uh, tevreden met de kwaliteit. En het is wel zo de kwaliteit is als je aan het recorden bent veel beter. Maar omdat je hem uh, uiteindelijk moet uploaden naar Facebook. Wordt de kwaliteit een stuk minder. Want volgens mij als je hem op de playstation hebt staan. Dan is die 800 MB of zo. En als je uiteindelijk dan op uh, Facebook staat, je gaat er van Facebook af downloaden. Is het nog maar 200 MB. Dus dan is het bestand gewoon helemaal ingekrompen, zeg maar. En dan is de kwaliteit dus ook uh, dusdanig gezakt. En dat is wel jammer. Maar um, daar kunnen we verder de rest dan ook niks aan doen. Maar in ieder geval, um, er zijn een paar dingetjes die belangrijk zijn om te weten. Zo so, uh, is het uh, dat je bij de um, share knop. Maximaal maar 15 minuten kan recorden, dus wil jij bijvoorbeeld uh, die survival recorden, dan zal dit waarschijnlijk niet gaan, want meestal ben je wel langer bezig dan een kwartiertje. Maar bijvoorbeeld multiplayer matches, dan moet makkelijk lukken, want die zijn meestal geen kwartier. En verder is het ook belangrijk om te weten dat je alleen maar in-game dingen kan recorden, dus je kunt niet een menu recorden en je kan niet um, uh, films gaan recorden ofzo die jij dus uh, op jouw Playstation afspeelt. En, uh, op zich wel logisch, maar het menu is best irritant. Dat ik ga jullie zo meteen laten zien wat je dus allemaal moet doen in het menu van de PlayStation. En dat heb ik dus allemaal gedaan met screenshots omdat ik het niet kon uh, opnemen. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar uh, ja, laten we gewoon gelijk beginnen. Dus als eerste, jullie weten misschien wel, er zit een share-knop op de PlayStation 4 controller. En die zit uh, ergens links boven jouw touchpad of rechts boven jouw d-pad. Is maar net hoe je het ziet. Het zal waarschijnlijk nou in beeld komen. Maar in ieder geval, dat is dus die knop. En uh, daarmee kun jij uh, gameplays recorden. Nou, als jij dus in game zit, dus jij zit in Call of Duty en je wilt gaan recorden, dan moet jij twee keer snel op die knop drukken. Als je dat doet, dan begint hij vanaf dat moment te recorden. Dan zie je ook rechtsboven bovenhoek zie je een rondje staan van, hé, hey, hij is bezig. En uh, dan gaat hij dus recorden. En uh, dat doet hij maximaal 5 minuten. Na die 5 minuten stopt hij. Nou, mocht jij bijvoorbeeld na 10 minuten zeggen van, uh, het is mooi geweest, dan druk je één keer op die share knop en dan stopt hij. En dan heeft hij jouw uh, jou video ergens op jouw playstation opgeslagen. Nou, moet je vervolgens uh, de video gaan zoeken, maar voordat je hem gaat zoeken is het ook belangrijk om bepaalde instellingen te gaan veranderen, want jij moet um, of jij die instellingen veranderen, je moet bepaalde dingen in gaan stellen, want je gaat dadelijk deze video dus uh, uploaden naar Facebook. En um, zoals ik al zeg, Facebook, je zult dus wel een Facebook account moeten hebben. Nou is het misschien uh, ook gewoon slim om gewoon een random Facebook account te maken, alleen maar voor dit soort dingen, dat je daar constant jouw gameplays naar recordt, Want um, je kunt bijvoorbeeld dit op privé zetten, maar je kunt dus ook gewoon een apart account maken, zodat mensen dan niet zien dat jij dat allemaal aan het uploaden bent naar, uh, naar Facebook, want dat kan best wel irritant zijn. Maar uh, ik laat jullie even stap voor stap alles zien. Dus op het moment zie jij uh, wat je te zien krijgt als jij uh, volgens op uh, die share knop drukt. Dus je hebt net je gameplay gerecord en je drukt dan één keer op de share knop. Dan krijg je dit beeld. Als je in game zit kan het ook zijn dat er nog een ander ding lang staat. Dat is voor livestreamen. Maar dit is dus als jij vanuit het menu op die knop drukt. Dat maakt niet uit waar je het doet want het kan overal. Maar in ieder geval uh, dan zie je dit, uh, of deze twee dingen. Dit beeld zie je dus en onderin zie je options en we gaan eventjes wat dingen aanpassen of in ieder geval instellen want die zijn vrij belangrijk dus als jij dus op die options knop drukt die zit aan de rechterkant van je touchpad dan krijg je een ander scherm en dat is dit scherm instellingen verdelen, nou zie je verschillende dingen als je op het eerste ding klikt dan krijg je gewoon uitleg van hoe die share knop werkt nou ja dat kun je kijken dat is altijd handig de tweede is instellingen voor videoclips hiermee kun je de kwaliteit op best zetten dus het is belangrijk om daar eventjes te kijken en daar kun je ook bepaalde instellingen instellen voor jouw microfoon, dus dat ze jou volgens mij ook horen. Dus misschien ook een goede manier om live commentaar te doen, dat weet ik niet, niet geprobeerd. In ieder geval daar kun je even kijken. Daarna zie je uitzendinstellingen, dit is voor livestreamen, dus wil je livestreamen, dan kan dat ook door, die, door middel van die share knop. En uiteindelijk zie je koppelen met andere services. En daar gaan we nou even kijken. Dus je klikt vervolgens op die laatste, koppelen met andere services. En dan krijg je twee opties: dat zijn Facebook en Twitter. En dat zijn de enige manieren waarna jij deze video's kan uploaden. Het kan dus niet naar YouTube, en uh, ik laat jullie zo meteen zien hoe dat dus uiteindelijk wel kan, maar dat moet dus met een omweg. Dus we gaan het uh, uploaden naar Facebook, en als je dat gaat doen, dan zul je je account moeten linken met Facebook. Nou, uiteindelijk heb ik mijn uh, gegevens ingevuld, en dan krijg je dit scherm. En ik raad jullie aan om dit in te tellen: want als jij jouw privé uh, Facebook-account gebruikt, dan zou iedereen ineens al die uh, meldingen krijgen van: hey Dennis, uh, die uploadt allerlei video's naar Facebook. Wat de fuck is dit? Dat is alleen maar irritant en je uh, doet alleen maar die mensen lastigvallen. Dus ik zou dit allemaal op Uit-Uit en alleen ik zetten. Zo zullen andere mensen niet zien wat je allemaal uploadt naar Facebook en ze zullen er ook geen last van hebben. Nou, als je dit hebt gedaan, dan kun je volgens volgende en dan kun je er opslaan. En dan heb je jouw uh, Facebook gelinkt met de PlayStation. Dus als je nou iets gaat uploaden, dan komt het automatisch terecht op Facebook. Nou, vervolgens kunnen we weer terug naar dat uh, scherm waar we net waren. En dat is dus dit scherm. En uh, dan kunnen we naar videoclips uploaden. En dat is vrij logisch, want dat is wat we nou willen gaan doen. We klikken dus op uh, die links en dat is videoclips uploaden. En dan krijgen we een lijst met alle gerecorde gameplays die we hebben. En zoals je ziet, sommige zijn 13 seconden lang, 9 seconden lang, 8 seconden, 12 minuten. Maximaal 15 minuten. Dus maar net hoe lang jij, dus uh, ja, jij dus gewoon op die uh, knop hebt gedrukt. Dus het is twee keer klikken en dan begint hij met recorden. En één keer klikken en dan stopt hij. In ieder geval, uh, vervolgens gaan wij gewoon een gameplay kiezen, maar niet uit wat je kiest, welke jij wilt uploaden. En als we die hebben, gedaan, of hebben gevonden, dan klikken we erop en dan krijg je dit scherm. En dan kun je bepaalde dingen veranderen, dat is eigenlijk niet echt van belang, want je wilt hem gewoon uh, rechtstreeks uploaden. En je ziet rechtsbovenhoek een uh, optie om te bewerken. Nou, die optie is uh, vrij nutteloos, je kunt hier alleen mee knippen. En ik raad je aan, als jij je video's gaat bewerken, dat je dit uiteindelijk gaat doen met een editing software, dus Sony Vegas of um, uh, gewoon iets van uh, Windows uh, Movie Studio, of hoe dat precies heet, ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval, dat is altijd beter dan uh, zoiets. Dus uh, we gaan hem gewoon gelijk delen. Dus uh, je klikt op delen en dan gaat hij uploaden. Nou, je, je kunt hem dus uh, vinden op je Playstation. En ik laat jullie even zien waar je dat kan vinden. Nou, vervolgens ga je weer terug naar jouw XMB en, en dat is dit menu. En dan zie je links zie je meldingen staan. Je gaat naar meldingen toe en bij meldingen staan alle dingen die jij aan het downloaden bent, of hebt gedownload, of gaat uploaden. Nou, in ieder geval, als je daar vervolgens op klikt, dan zie je dus ook uh, tabblad. Uploads en dan zie je dus staan dat hij hem is uploaden naar, uh, naar Facebook. En als hij daarmee klaar is, dan komt hij dus op jouw Facebook account staan. Nou, zal ik jullie uh, vervolgens laten zien hoe je hem dan van Facebook kan afdownloaden en hem uiteindelijk dus nog naar uh, YouTube kan uploaden. Dus uh, laat ik jullie nou even zien. Nou, als je de video vervolgens naar Facebook hebt geüpload, dan kun je hem op je eigen account terugvinden. En uh, als je dus op je account gaat zoeken, dan kun je hem gewoon ertussen staan. Als je vervolgens op die video klikt, dan kom je op zo'n soort pagina terecht en dan zie je hier dus de video. En je kunt hem hier dus gewoon afkijken en uh, wat je wil, dat maakt me niet uit. Maar in ieder geval, uh, we willen hem downloaden. En uh, er is hier nergens een optie om de video zomaar te downloaden. Dus als je hem wilt downloaden, dan zal dit met een omweg moeten. En er zullen waarschijnlijk verschillende mogelijkheden zijn om dit te doen. En ik laat jullie uh, de manier zien zoals ik het gisteren gedaan heb. Want dit is dus de video van gisteren. Dit is die gameplay. En uh, hier heb ik hem dus vandaan gedownload. En uh, als jullie deze video dus willen downloaden, dan ga je links van de video in het witte vlak. Klik jullie op de rechtermuisknop muisknop en dan krijg je een uh, nieuw minuutje. En dan ga je een paginabron weergeven. En als je daar vervolgens op klikt, dan krijg je dit te zien. En dit ziet er enorm ingewikkeld uit. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk ook afhaken. Die zullen denken van, what the fuck is dit? Laat maar, ik, ik hou wel op. Nou, je hebt hier eigenlijk niks mee te maken. Het enige wat je gaat doen is dit kopiëren. Dus je klikt op je toetsenbord, op CTRL, oftewel CTRL en dan op de A. En dan gaat hij alles selecteren. En dan vervolgens uh, CTRL-C, dan uh, gaat hij alles kopiëren. C staat voor copy, dus kopieert hij alles. En dan ga je naar deze site toe. Nou, deze site zal ik voor jullie in de beschrijving van de video zetten. Dus dan kun je hem altijd vinden. En dan ga je naar dit, uh, dit vakje toe. En dan doe je Ctrl V. En dan doe je alles wat je net gekopieerd hebt, doe je plakken. Dan klik je volgens op download. En uh, dan is het nog niet klaar. Dan ga je weer naar een andere site toe. Of in ieder geval, uh, ja, je gaat naar een andere pagina toe. En dat is deze pagina. Nou, zie je dus uh, download video in low quality en high quality. Nou, we willen natuurlijk de hoogst haalbare kwaliteit hebben, dus we doen in high quality. Alleen je klikt hier niet zomaar met je linker muisknop op, nee, je klikt er met de rechter muisknop op. En dan ga je naar een link opslaan als. Nou, als je daarop klikt, dan kun je dus uh, uiteindelijk de video opslaan. Dus we doen uh, een leuke video, en dan uh, kunnen we uiteindelijk opslaan. Nou, ik heb hem al een keertje gedownload, dit is nog een andere zelfs. Deze zie je waarschijnlijk. Uh, of hebben jullie waarschijnlijk net gezien in uh, in deze video. Maar in ieder geval je kunt hem dus opslaan. En uiteindelijk kun je hem dus gewoon op jouw video uh, terugvinden. Je kunt gewoon zeggen van waar sla ik hem op. Nou staat hij bij mijn afbeelding. Waarom weet ik niet. Maar in ieder geval je kunt hem overal opslaan. En uiteindelijk kun je hem dus gewoon in uh, editing software flikkeren. En dan een leuke commentary uh, eroverheen doen. Of je kunt hem gewoon direct naar YouTube uploaden. Maar in ieder geval dit is de manier om hem uiteindelijk op jouw computer te krijgen. En dit is de manier uh, zoals ik het heb gedaan. Als jullie betere manieren weten, zou ik zeggen, laat het achter in de comments. Maar in ieder geval, uh, dit is de manier zoals ik het heb gedaan dus. En uh, ik hoop dat, uh, dat jullie het uh, lukt en uh, dat jullie eruit komen. En uh, als jullie nog vragen hebben, dan zou ik zeggen, laat ze achter in de comments. In ieder geval, uh, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. De video duurde volgens mij best lang, dus ik heb het zo uitgebreid mogelijk uitgelegd. En dit is dus de manier om uh, de video uiteindelijk op je computer te krijgen. Als je dus niet weet hoe je volgens de video's kan bewerken... Daar kan ik je niet mee helpen, want uh, er zijn honderdduizend andere video's van uh, op YouTube. Dus uh, het heeft geen zin om daar een video over te maken. Maar dat kan met verschillende editing software. Dus uh, met Sony Vegas of met die, um, die software van de Microsoft zelf. Dat je dus uh, gewoon video's kan editen en ja, stem kan toepassen en wat dan ook. Of je uploadt dus gewoon direct naar uh, YouTube, zoals ik al zei. In ieder geval, ik hoop dat je het uh, leuk vond. Ik hoop dat je er iets aan hebben gehad. Als je er iets aan hebt gehad, laat alsjeblieft een like achter. Want uh, ik hoop gewoon dat ik hier zoveel mogelijk mensen mee kan helpen. En uh, nou, dit is gewoon een perfecte manier om gewoon uh, te beginnen met YouTube. Zo hoef je dus niet gelijk een, uh, een dure capture card te kopen. Dit is gewoon gratis. En het duurt al eventjes, maar uh, om te beginnen is het natuurlijk een, uh, een perfecte manier. In ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. En uh, abonneer voor meer. En uh, tot de volgende keer. Houden